Het ministerie van Openbare Werken heeft gisteren een speciale webpagina gelanceerd waar burgers melding kunnen doen van fraude en onregelmatigheden op het ministerie. De aanmelding geschiet anoniem via een digitaal formulier, zegt minister Riyad Noor Mohamed. Het formulier, daar vul je je gegevens in. Je bent niet verplicht je naam te noemen. Maar als je antwoord wil krijgen van mij, toch, dan kan ik terug antwoorden, maar dat hoeft niet. Maar het feit moet wel duidelijk zijn, zodat ik het kan afgeven om onderzoek te laten doen. Maar als blijkt dat het niet waar is, dan doet men wel schade aan het ministerie van Openbare Werken. Maar als blijkt dat het waar is, dan kan ik wel optreden. Dus voorlopig, het formulier dat men invult, kan voor een afdeling zijn, voor een ambtenaar zijn, want dat zijn de geluiden die ik hoor, dat zijn de apps die ik krijg. Het formulier komt voorlopig naar de minister alleen. We gaan een vertrouwenspersoon volgend jaar aanwijzen, waardoor het alleen naar een vertrouwenspersoon komt die dan onderzoek kan instellen. Als het niet binnen openbare werk is, dan kan hulp van de politie of justitie worden ingeroepen. Maar dat is het buiten de invloedssfeer waarom de minister is gevoelig. Het webportaal biedt ook transparantie en efficiëntie over aanbestedingen en vergunningsaanvragen. Noor Mohamed keurt het af dat de behandeling van vergunningsaanvragen doorgaans veel tijd in beslag neemt. Nu is het nog niet duidelijk hoe lang het proces duurt, maar je kan je voorstellen als ik februari daar zit staan, want ik keek naar die database, nog niet behandeld, dan is dat een schande. Dat kan niet. Dat mag niet. Als je mij vraagt, een ondernemer die een parkeervergunning wil hebben bestraat, moet binnen 24 uur een vergunning kunnen krijgen. Of laat maar, als ik misschien overdrijf, binnen 3 dagen. Maar ondernemer kan niet een week wachten. En niet 2 weken wachten. Want dan gaat hij weg. Of als je opgeroepen moet worden, moet er duidelijk staan, je moet nog 2 stukken inleveren. Paspoort of dit. Dan hoeft de burger niet 100 keer hier te komen en wie dan ook te bellen en te appen en weet ik veel. Want dus deze hebby gaat nu weg van. De burger kan hier... De ondernemer kan hier transparant volgen en volgend jaar gaan we dit systeem verbieden. Toch? En ik ga medewerking vragen van de directoraten om mensen vrij te maken. We hebben genoeg ambtenaren. Dit systeem moet wekelijks, we hebben de afspraak gemaakt, wekelijks opgediend worden. Ook aanbestedingsprojecten, wekelijks krijgen we een update van de VAR en hij wordt automatisch opgediend. Ook vergunningsaanvragen moeten we dat doen. Als we niet in staat zijn te doen, dan moeten we het afstoten. Dan gaat het bedrijfsleven vragen om het te doen. Zij kunnen het al. Tot zover minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken vandaag bij de lancering van het webportaal. De bewindsman heeft aangekondigd dat er ook een streng pakket van eisen komt en maatregelen rondom particuliere verkavelingsprojecten.